Als het niet anders kan, dat gevoel is warm. Ik blijf kalm, maak geen fout, dus ik hou op God. Wat doe ik om jou te overtuigen, je bent anders. Maar kan op iemand lijken waar twee kijven hebben beide schuld. Hoe voelt dit aan, dit is bitter geduld. Een vermaakte man ben ik niet helaas. We passen en meten jij een bloem, ik jouw vaas. Je bent de vlam, het ligt op mijn kaas. Hoe smelten we dat in? Dit was ik vergeten mee te nemen voor je schat. Alsjeblieft. Ik zal altijd aan je blijven denken. Papa? Christine. Ik wist dat je hier was, pa. Ik wist het. Mijn mama is al zoveel jaren dood. Kijk toch eens vooruit, pa. Schat. Als je moeder nog leefde, stond ik vandaag niet hier. Vandaag is precies 20 jaar na het ongeluk. Als je moeder nog leefde, zou ze vandaag 50 jaar worden. Ja, begrijp je. Je begrijpt het niet. En er is veel dat je nooit zult begrijpen. Ja. Met Johan? Ja? Ah, wat is uw naam? Robert Treesma. Jawel. Oh, geweldig. Nou, we doen alles op maat. Natuurlijk, zeg. Wanneer komt u naar Suriname? Dat komt wel goed uit. Ik ben bereid. Taboom, oké. Tot u dienst. Robert Treesma. Die naam zegt me niets. Hi Marius, Fafi. Hi, met Johan. Maar waarvoor? Ja. Christine. Pa. Ik had daar net je oom aan de lijn. Waarschijnlijk komt hij straks even hier. Wie, oom Johan? Ja, wie anders? Pa, heeft hem toch gebeld. Je had die man nauwelijks tijd voor ons hier. En we hebben die man niet in jaren gezien. Ja. Oom Johan. Is mijn enige broer op wie ik terug kan vallen. Ja, weet ik, papa. En hij heeft ons zoveel geholpen. Ik wil dat hij erbij is op deze dag. Maar wat is speciaal deze dag? Ja, na de dood van je moeder. Dat was heel veel geholpen, dat weet je. Ik hoef het niet te zeggen. Ah, mijn ding is van je af, hoor. We hebben het al heel goed kunnen verwerken. Wie zegt je dat ik geen dingen van me af heb gezet? Ik praat er alleen maar over. Mag dat niet? Ja, ik kom eraan. Hey, je bent jong, maar je krateer. Maar wie heeft me daar gemaakt? Hi. Hey! Dit kom aan. Ik mag niet klagen. Ik heb een lieve dokter. Nog een Johan. Christine, we gaan met je. Dankjewel. Prima.
Hoe gaat het op school? Oh, goed hoor. En Gonal? Kon je takka? Trekpap? Ik trek van mijne. Je ziet, hij krijgt je ermee. Ah, moest wel jong op je woon dit hoor. Ik woon grandma en ik jan in nou zo. Ja, wat alles aan zijn met duidelijk. Hij let op jou, je let op hem. Ja, zo. Vanaf hem maar dit. Alles aan het ik over je. Allee. Maar hij is op zijn hinder me. En dan doe het hem aan ik kom. Nou, wans aan nomo. Amma dit. 20 jaar baby vrouw. Hier, kom lekker wans aan uit. Je nang aan alle den trasma. Die wek op beerdens ma. Zou het taki? We zullen je nooit vergeten, toch? En dat we mijn zoren dat ik nooit meer vergeten. Zou je hem dan? Nou, een gezegde tegen Berry, we zullen je nooit vergeten. Maar broer, na 20 jaar bij Berry vrouw, hè? Look vooruit. Alibi ego door. Alibi ego door daarom. Ik denk, mijn loop, mijn naam, mijn ching. Ik leef nu voor Christine, is mijn heilig. Ik leef voor de. Je moet dingen loslaten. Hè, pa? Dan nooit meer ik mijn berbe toe. Dat hij moest gewoon dat nou. Hoe was je vakantie? Was je leuk? Was je vertelbaar? Ik heb zelf iemand ontmoet. Wie heb je ontmoet? Hem. Wie is hem? Een man, een prins op een witte paard. Ja, mijn droomprins op een witte paard. En hij toekomt, broer? Dat wil ik niet weten. Ben je me te vertellen? Ben je onstress, ontspannen? Ben helemaal onstress, ontspannen, helemaal. Dat was je hebt gewoon moeten bij. Ja, want toen ik had mijn paspoort ook in orde te maken, zullen we samen gaan toch? Ja, maar je weet, er waren bepaalde dingen die een rol speelden. Maak je niet druk, maar vertel, je bent helemaal onstress, zeker niet. Dat zie je niet. Je ziet het zelf, ja. Hey broer, mama, kom op. Oké. Okay. Fijn dat je er was. Ja man, zeker. Hoi. Doe voorzichtig. Helemaal. Een wans aan die broer. We mogen elkaar niet uit het oog verliezen. Met een wans maar gewoon voor je contact. No man. Goed, een biggie te oude Christine Demba. Het is 24. Dit is dat ben. Een biggie smaak. Ja. Ik denk dat ik een mekker van je wang aan je kaar. Absoluut. No man, maar luke moro beter en moro mee. Zo nog eens ik heb er ook gezegd. Ja. Ja, dat snap je. Abon broer. Hai. Oké. Voorzichtig. Hai. Oké. Pa. Ja? Ik wil niet dat je onze privéleven vertelt aan Johan. Aan wie dan wel? Papa kijkt liever aan mij. Mij kan je nog vertrouwen. Want je weet niet wat om Johan buiten staat te vertellen. Straks hangt onze privéleven nog aan de grote klok. De grote klok is al stuk hoor, ondertussen. Papa, je weet precies wat ik bedoel. Geen je. Maar aan wie moet ik het dan wel vertellen? Ik zei u al aan mij. Nou, kijk, we hebben veel aan om Johan hoor. Door hem te doen, volg je nu je rechterstudie. Door hem? Ja. Maar eerst zei je, het is je vriend Gerrit. Ja, beide. Beide. Papa, dan wie moet ik eigenlijk geloven? En mij moet je geloven toch? Ik vertel het. Gerrit helpt. Oom Johan helpt. En beide hebben we heel veel. Ze helpen ons. En ik hou er niet van dat je hem die dingen van ons vertelt. Hij hoeft niets te weten. Oké. Zal er daar rekening mee houden wat ik vertel? Wat ik wel vertel en wat ik niet vertel. Ik hoop het. Je zal zien. Na één ding. Ik kom morgen bij. Papa, maar ik moet op u letten. Die wordt ook iets ouder. Maar niet dommer. Ja, ja. Het gaat om 350. Juist. Ja, ja. We maken alles in met loos. Ik heb het hier voor me. Ja. Ja, ja, dat wordt dan in orde gemaakt. Ja, u krijgt dan een belletje van me, dan spreken we af. Oké, graag gedaan. Ja, goeiedag. En kijk hier, ik denk dat het perceel aan de Gomperstraat onderhands is verkocht hoor. Ik had het verwacht. Ik had dit verwacht. Maar dit kan voor problemen zorgen. Bel de notaris. Check het. Ja, met bouw en vastgoed, Johan. Goeiedag. Mag ik de notaris van u alsjeblieft? Ja? Oké. Okay. Ja, goed dan.
Oké, bedankt. De notaris is er niet, maar worden teruggebeld. Oké, dan moeten we even afwachten. Pardon? Maar, meneer Johannes, kan ik u even spreken? Waarover? Even onder vier ogen. Onder vier ogen? Ja. Abo, oké. Okay. Wat is Johan? Ik wil u vragen om een goed woordje voor me te doen bij... Wie toch bij? Uw nichtje. Samsa? Marius' dochter, Christine. Jawel. Even hartje. Nee, kijk. Dit had u misschien niet verwacht, toch? Ik weet ook wat u denkt, maar... Kijk, ik werk hier. Ik heb een goede baan. Dus... Dus je wil misbruik maken van mijn familie? En misbruiken van mijn bedrijf? Nee, het is geen kwestie van misbruik maken. Marius is mijn vriend. Ik kan onmogelijk aan mijn beste vriend gaan zeggen dat ik verliefd ben op zijn dochter. En weet Christine dat je verliefd bent? Ze weet het nog niet, maar... Ik denk... Nou, maar kijk, binnen mijn familie heb ik het voor het zeggen. Ik beslis, ik bepaal. En mijn broers, dochter... Nee, nog. Hoi met Christine. Oh, goed. Mijn papa is thuis. Maar waar ben jij dan? Ik ben de mall. Welke mall? Hermitage mall? Mhm. Maar daar ben ik. Ja, nu. Oké, okay, weet je wat? Ik loop even naar je toe. Food court, hè? Oké, okay, zie je zo. Oké, okay, daar. Hoi. Oh, hi meneer Gerrit. Je was zeker dichtbij. Ja, ik moest even in de apotheek zijn om iets te halen. En ik dacht, je zit hier, dan loop ik meteen naar je toe. Oh, dat is heel leuk. Maar zeg alsjeblieft Gerrit hoor. Ik bedoel meneer Gerrit, hop hoor. Nee, maar... Kijk, ik ben altijd gewend om te zeggen meneer Gerrit. En waarom plotseling Gerrit? Ik weet niet, maar ik snap je wel. Je bent beleefd, weet je. Maar Gerrit liever. Meneer, dan lijk ik zo oud, weet je. Gerrit. Kijk, maar dat is niet mijn ding, weet u. Ik ben al gewend om te zeggen meneer Gerrit. Ach nee hoor. Wacht even. Moet je iets eten, iets drinken? Nee, nee, ik heb nog wat. Ik heb nog wat. Ja? Ja. Oh. Nee, want anders haal ik het wel even voor je. Nee, ik heb nog wat. Deze bakker is jong. Vrij postig hoor. Jong. Oh. Maar ik moet opstappen, want pa wacht nog op me. Oké, okay, ga je met me mee rijden? Nee, ik moet nog even een blouseje halen. Een blouseje? Ja, en dan ga ik met de bus naar huis. Nee, dan kom ik wel met je mee, toch? Kan ik meteen zien als het je voet staat. Ik doe het wel zelf. Nee man, kom ik met doe het, de bus. Ik doe het liever zelf. Ach, dan ja. Zit ik je. Nee, ik ga het zelf doen. Maar waarom kijk je zo naar me? Je mag me verliegen zo. Weet je wat het is? Je bent een schat van een vrouw, weet je? Oh, dankjewel. En eigenlijk wilde ik je dit al heel lang zeggen. Ik hou van je. Wat zei je? Echt. Ik pas er ook tegen mee van hij houdt van me, hoor. Dus ik snap wat hij bedoelt dat hij zegt, u houdt van me. Dus, Dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet, Christine. En wat bedoelt u dan? Ik heb al een tijdje gevoelens voor je. Ik ben verliefd op je. Ik mag je. Ik hou gewoon van je. Maar waar dat zo ineens? Ik... ik weet het ook niet, maar ik vind dat ik het vandaag moet zeggen. Maar kijk, ik moet toch wel opstappen. Ik ga mijn blouseje halen. En ik zie je wel thuis, Peppa. Oké? Okay? Heeft u iets wits? En welke maat? Maat 36.
zal even voor u checken. Maar het zou wel mooi zijn bij jou. Vind je? Ik vind het heel mooi. Ik had wel niet gedacht aan huren, maar... Zou ik niet willen hebben. Het staat je wel leuk. Nog ben je mijn maat. Mm-hmm. Zou ik het voor je kopen? Liever niet. Ik doe het wel zelf. Oké. Dank je. Ja hoor. Marius, zijn. Niet om wat hoor, maar het ding ook toen je wacht. Hè? Je wordt ook niet jonger. Zijn het ik wat een vrouw nu, jongen? Ik kom zo lang. Nee, kijk, luister. Christine is hier in huis. En met dat zolang Christine hier in huis is, min ook ik wat een vrouw. Want dan kan ik voor problemen zorgen. Hoezo? Jij zegt, kijk, jaloezie van de ene daar, ik vind de andere zegt ja. Ik geef te veel aandacht aan mijn dochter en dan mijn dochter en ik geef te veel aandacht aan die vrouw. Dus, ja, om dat te voorkomen. Oké, ik moet je wel zeggen. Ik moet je wel zeggen, je hebt een mooie dochter. Je hebt een mooie, je mag trots zijn. Ik weet het, ik weet het. Daarom heb ik er ook gezegd. Zeg, later de studie eerst afmaken. En dan kan ze beginnen met een mannenfeest. Nou, geen mannenfeest, maar dan kan ze beginnen met een man. Weet je? Hoi. Jij weer? Driemaal zijn scheep terecht. Robert. Christine. Oké. Okay. Mooie naam, Christine. Oh, dank je. Maar ik zou je graag beter willen leren kennen. Oh? Kan dat? Wat is dat? Van het hart hoor. Hé! Hey. Ik denk. Oh, heb je wat aan te vinden? Nee, ik vertrouw die jongens niet echt. Oh, oké. Maar, de tijd zit erop, ik moet echt weg. Hé! Hey. Maar ik wil jullie weer een keer ontmoeten. Oké. Dus, mag ik je telefoonnummer? Ik ben vaker in de stad. Ik ga voor zekerheid, dus ik wil je telefoonnummer. Ik wil in jouw telefoon terechtkomen. Oké, geef je maar je nummer, dan bel ik je dan maar op. Oké. Hoor? Ja. Nou, mijn nummer is 8. Ja. 6. Ja. 6. Ja. 9. 8. Ja. 9. 8. Marius, Christine is een verstandig meisje. Toch, ik denk niet dat Christine brokken gaat maken in het leven. Ze weet precies wat ze wil. Absoluut. Toch, maar Christine moet de juiste man vinden. Snap je? En welke man kan goed zijn voor Christine? Eén die op mij lijkt. Hoe bedoel je? Marius, kijk naar jezelf. Kijk naar Christine. Kijk naar mij. Marius, je kent me. Je kent me. Ja. We zijn bijna... We kennen al de hele tijd. We zijn bijna familie zelf. Marius, ik ben familie. Ik ben familie. Marius, vertel Christine hoeveel ik van haar hou. Leg er uit van mijn lobbing. Dat nou een trasma nou maar lobbing. Ik van mijn lobbing als familie, als alles. Marius, roep er nu en zeg er, Marius. Hey. Vertrouw je me niet? Hey, Gerrit, luister. Als we drinken,
Mag wel grappen. Maar, hé, laat we die dingen gescheiden hoor. Hé. Hey. Johan, dag Riet. Robert Dreesma. Vertel eens, wat is de komst van u hier? Nou ja, ik ben van een Nederlandse investeringsmaatschappij. We hebben een vastgoedbedrijf. En dat vastgoedbedrijf wil eigenlijk woningen verkopen en inkopen. Dat doen we eigenlijk op dit moment door heel Nederland. En we willen gaan uitbreiden. We willen gaan uitbreiden naar Zuid-Amerika. En ons eerste oog is gevallen op Suriname. Goed idee. Heel goed idee. U past precies binnen mijn businessplan. Okay. We kunnen samen gronden opkopen, woningen opzetten en dan weer onze investeringen eruit halen. Oké, klinkt boeiend. Ik ben geïnteresseerd. Ik heb de volle vertrouwen. Ja, Robert, dit is het. Maar even, Robert. Kijk, we zijn in Suriname, hè? En in Suriname, als zakenman, neem, doe niet koppig. Doe. Wrijf het voor je lichaam, wrijf het. Wrijf over het, ja. Weet je waarom? Kijk, als zakenman in Suriname, als je je gat niet goed dik maakt, heb je morgen een hele draklijn, een hele tractor in je buik. Mensen zijn jaloers. Hier zeggen ze, de man, I wish you. En om dat niet jou te laten overkomen, je bent een bakra, je bent van een heel andere natuur. Lobby, my boy, lobby. Niet koppig doen en zeggen, hè? Lobby. Lobby. Next no meet me. Lobby. Next no meet me, ja. Next no meet me, ja. Nou, want brede mi konsuku. Want mi brede, wansuku. Fukan, abib tien voorspoed. Afu tien voorspoed. Dat schreeuw je. Ago, als je zegt ago, dan gaan we lopen. Ago! Lopen, vriend. Is dat jullie cultuur? Ja, anders word je bewust. Deze mensen in Suriname zijn gevaarlijke mensen. Ze gooien zaken een beetje lopen. Uh-huh. Dan willen ze een stokje voor steken. Oké. Dit bedoel ik dan. Zie je? Dit is het project. Oké. Mm-hmm. Kijk, mijn plan is eigenlijk, als we die grond nou goedkoop weten te kopen, ja, dan kunnen we die woningen tegen redelijke prijzen in de markt zetten. Precies. Dan zouden we die woningen betaalbaar in het Surinaamse in kunnen zetten. Waardoor veel mensen daarop af zouden kunnen komen. Helemaal, ik ben het helemaal eens met je. Maar het past ook binnen mijn plan, hè. Maar we moeten het heel goed uitwerken. Mm-hmm. Omdat, weet je wat het is, Robert? In Suriname kom je niet zo makkelijk aan een stukje grond. Oké. Laat me dan nog een keer doen. Nee, want ja, voor alle. Want is nooit te veel, hoor, vriend. Baat het niet, schaadt het niet. Nee, dat zeggen ze. Baat het niet, schaadt het niet. Wat moet je zeggen? Ago, ago. Ago, ago. Ago, ago, ago. Nou, pis brede mi konsuku. Wami pis brede mi suku. Hoe kan abi voorspoed? Mi abi die voorspoed. Nog een keer, ago, ago, dat gaan we weg. Ago, ago, ago. Oké. Goedemiddag met Christine. Oh. Ja? Moet je pa spreken? Nee, maar nu ben ik bezig. Waar, ik roep me even voor je. Hou even aan. Papa! Pa! Dronken? Wat zie ik dat die vriend weer van je? Van de slaap misschien. En praat niet slecht over Gerrit hoor, want hij is echt geen slecht mens. Nee. Kijk, je hebt telefoon. Oh, wie? Dat is die vriend van je. Oh, oké. Hallo?
Hoi met Christine. Jij wil zijn. Nee, leuk dat je belt. Nee, ik kom zeker. Dat wel. Maar, ja, maar waar? Oké. Je ziet me zo. Is goed. Doei doei. And give thanks and praise to all the man who King Selassie. Ha. Yeah man, a new style. Ha, ha. Dat is aan samen tegen je toch. Me verlief dat mijn beste mati en dochter tegen je middelbaas man. Dus wacht hier. Je wat tegen me dat ik verlief dat mijn beste mati en dochter? Dat is aan samen. Nou man, brada, ik tjad drie jaar jaren. Van Adria, jij, mijn lobas maar toch, mijn verliefde pas maar nog gewoon zijn niet op. Brada, mijn bamamtje naar haar rust. Mijn bamamtje naar haar rust, maar even, mijn lobas maar, mijn verliefde pas maar voor het eerst, mijn lobas maar zo trangen, man. Je geeft advies of je niet geeft advies? Zij is hier, moeilijk. Maar bij de wie? Als man. Als het belangrijk. Brada. We doen een advies toch? Een advies met Guy. Oké. Als mijn Christine. Je ziet er goed uit. Dank je. Jij ook? Mooi hier. Ja. Ziet wel heel anders uit als in de stad. Ja, dat is echt schokken. Ja. Nou ja. Maar mijn ogen vielen gelijk op. Goedemiddag. Goedemiddag. Alsjeblieft, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Gaat u even wat drinken? Lief is dat? Jawel. Mag ik wat? Jawel. Mag ik er eentje? Ja. Even Doe maar een cola light. Ja. Heeft u misschien citroen? Natuurlijk. Ja? Ja. Nou, graag. Dankjewel. Ja. Nou, laat maar kijken wat voor lekkers. Mag je er? Nog forceer. Tikkie ten, focus, kapie, hijks, boom. Dat zei je wat ding. Milop asma. Mi verliefd op asma, mi want make asma sap. Mi moest voet tegen, mi want make asma sap van mijn fili. Maar ik denk je wel, San. Ik denk dat ik ging. Je pa, voor accepteren, niks gewoon zo. Zeg je niet, omdat na mijn beste man. Nou, gewoon, San, ik moet kunnen. Voor het eerst, mi loop ons maar zo trangar. Ja, dat, dank je dan. Christina ook kon toen mee tjeren. Zal ze eerst goed, dan lek je last lancer, dus je last sapakara. Verbedo. Dadelijk je poor vriendschap voor je nange appa. Plus je last asma. Waar heb ik dit leuke dinertje aan te danken? Laat het tijd maar zo werken, Robert. Misschien ben ik ook wel een beetje snel. Misschien komt dat door mijn werk of zo. Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Ja, ik zit in de vastgoed. Dus ik koop en verkoop huizen eigenlijk. En nu zijn mijn partners en ik hier in Suriname. We gaan eigenlijk door een rondreis doen door Zuid-Amerika eigenlijk. Ja, maar nu zijn we in het mooie Suriname. Met een hartstikke mooie vrouw aan mijn tafel. Oké. En heb je het doel ook al bereikt? Nou ja, ik... Ik ben jou tegengekomen, dus dat is al een heel goed doel. Heb je al wat gevonden? Niet echt. Kijk nog even. Later nog. Ik zie echt wat ik wil. Oké. Okay. Pardon. Mostly, dankjewel. Dankjewel mevrouw. Ja. Heb jij al wat gevonden? Ik zit te denken vooraf aan een bonbonsel. Ik denk aan een massa. Een massa. Ja. Lekker. Maar je bent niet zo. Hé, maar Atori. Ik heb een kans morgen.
zomaar als man. Mina kans. Hé, omdat nu nu met de gas aan rustig. Mina jugu, mina forceer. Nou, rustig met de king. En buitendien toch. Appa. Zonder of aan wani, aan ze refereert met zetta structuur. Zijn ze aan mijn boy? Hier is nog een keer, Juna Miman. Mina op het takrumofo. Amina de gas bouwen hier. Mina de gas bouwen. En dat takrumofo, je potiek batok. Nou, mina de gas bouwen. Maar contact asma abba mana doro. Asma nano amana doro. Mi epot mi anafa, asma naman. Oké, maar contact asma abba mana doro. Sels. Mi elak mi eltak asma nano amana doro. Yo conté mi contact, oké. Yo wate genso, contact abi. Na mi na kere tjera. Mi esor gutak asanat e kaster, mi esor gutak asanat e panya. Na mi na kere tboy. Na fo gipia. Geri geri? Geri geri boy. Huis uit ben ik eigenlijk kunstenaar, maar mijn vader, die zelf geen broers en zussen heeft, die wilde eigenlijk dat ik het bedrijf overnam. En toen mijn ouders overleden zijn, heb ik eigenlijk een redelijk groot vastgoedbedrijf in Nederland overgenomen en dat loopt eigenlijk heel goed. Interessant verhaal. Maar nu even een vertalen vraag. Heb je vrouw en kinderen? Nee, ik heb geen vrouw en kinderen. Ik had altijd wel gehoopt op deze leeftijd een vrouw en een kind te hebben. Maar God heeft me nog geen vrouw gegund eigenlijk. Maar hoe zit het eigenlijk met jou? Oké. Waar moet ik beginnen? Oké, ik heb alleen mijn vader. Maar mijn moeder is er niet meer. Ze kwam te overlijden bij een verkeersongeluk. Ik dacht dat ik 4 jaar was. En na het ongeval heeft mijn vader me grootgebracht. Het is wel een zware taak voor je vader geweest. Ja, die man is een lieve man hoor. Maar soms kan hij koppig zijn. En hij wil zich ook vaak met alles bemoeien wat ik doe, waar ik ga. Maar ja, je kent het band eenmaal van vader zijn één dochter, weet je. Maar de laatste tijd is hij heel veel veranderd. En ja, hij bemoeit zich ook niet alles meer mee, snap je? Maar ik ben wel blij om in Suriname te zijn, hè? Waarom dan? Ik had nooit verwacht dat ik zo'n mooie vrouw als jou zou tegenkomen. De warmte, de uitstraling. Ik ben echt helemaal van mijn antropoog. Nee, maar we verlegen me. Hé, Magere. Nou, ben je ook van dan, hè? Boy, ala neti de man seko weer mee en de tak de mij oefen de mij plek. Boy, zo weer de jongen. Hey, look no. Mina vrouw, you na vrouw. Ina, fefe tekwa osso ari kate kama rustig. Ja, zo isabi. Look on from Suda. Bang, ke teke rustig. Isabi tok. Defo, you just die. I'm back to that side. Hey, you amere boy. Se sa kamansi. Hey, you know she Kristin no. You know she Kristin. Brada bado koshin met Kristin. Boy, if you omdat you know she Kristin. Look no. Boy, take me fan you all around. Ina, man, se you so good friend. Dekia rajomu. Dat is niet waar, man. 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 Wie is het nummer? Hallo? Ja? Oh, hoe gaat het met je? Ja, ik doe mijn best hoor. Erover nagedacht. Ik heb je duidelijk aangegeven dat het niet kan. Nee, het gaat niet lukken. Verwacht me nou. Nee, jong. We hebben geen tekbriefing, jong. Maar dat is om idee. Ik heb me beloofd dat ik voortaan me kon vaker en ja, hier ben ik. Ja, maar wat is de bedoeling van bezoek dus? Christine nog de. No. Ik wou voor het ook iets aan. Dit is Christine Netta of zo toch. Ik heb me spreken, want er is hier. Oh. Maar by the way, you chawanje?
Hey Marius. Hey, no, baby, take you one standing no baby. Atrade tu travagi, then go make it. I want to save me time, man. I'm me time, man. Instead of sitting back and say I'm a pod mess. Me never want to get this macle. Oh. Hey, I'm not late. Taki. I'm late. You come. Yeah, man. Hi. My name is Don. Nee, eigenlijk nog een doktersbezoek. Zei ik heb ze. Maar ja, man, ik wacht in mijn kantoor of teken. Want belangrijk overeenkomst van bedrijf. Okay. Dus mijn man talanga. Hoofdzaak, mijn kolokie, mijn brada. Broer, je hebt zaken wakadji. Met jouw wakadja, heel familiaar. I go en maak moeite. Is een fijn boy, denk ik, toch. Een bedrijf, ik ga versie, dat alles aan de kong. Ja, toch? Ja. Ah, by the way, mon Lucy. Ja, bon. Alassani, ik ga boona, you see. Ja, succes met je zaken. Ja, dat vooral. Maar men zet mijn pensioen grondslag. Ik ga oude dee. Zal wel moeten. Nee, bradas, doe het op. Ja, no kan toch? Nee. Abo, broer, hey. Lilian, Lil. Nee, hoor, het gaat met je. Meisje, hoe gaat het met je? Het gaat. Meisje, ziet er goed uit. Leef je nog? Zie me niet. Hey, meisje, ik heb je lang niet gezien. Je niet dit, boy. Ik heb het echt druk. Hey, maar ik heb ook haast. Mijn moeder wacht op me. Geef me een nummer nog. Geef me een nummer. Nee, meisje. Nog pijn, ping nog. Oh my god, ook. Give me ping. Kom, pingy. Is goed? Oké, dat zie ik, ja. Oké, doei. Weet je, vandaag kom ik een oude vriendin van me tegen, Lilian. Ik heb dat kind in geen jaren gezien. En? Was zij blonde? Nee, ze heeft altijd hier gewoond. Toevallig? Ah, alles komt zo toevallig, kan je zeggen. Ik ontmoet jou binnen een week en haar diezelfde week ook. Je kan spreken van toeval, ja. Maar, weet je, ik vraag me dit elke keer af. Als je me niet in de maling noemt. Heb je echt geen vrouw en kinderen? Christine. Ik heb zoveel tegenslagen gehad. Nu heb ik jou ontmoet. En heb ik echt de vrouw van mijn leven. Nee, ik heb geen vrouw en kinderen. Geloof me. Ik hoop het echt, weet je. Maar kijk, ik heb ook zoveel meegemaakt. En men zegt altijd, alle nieuwe bezems vegen in eerste instantie schoon. Dus, Christine, ik weet gewoon, ik wil jou meenemen naar Holland. Ik wil gewoon met je trouwen. Ik wil je man worden. Meneer Johan, bent u een Robert Dreesma? Wel. Want hij heeft gebeld, hij zegt hij komt om 1 uur langs. Robert wil investeren in ons bedrijf, dus we krijgen een financiële injectie. Oh ja? Ja. Zo, mooi. Maar hoe bent u in contact gekomen met hem dan? Kijk, mijn vriend, je moet niet vergeten dat we een goede naam hebben. Zowel nationaal als internationaal. Ja, we slapen niet al, broer. No, daar ben ik blij, man. No. Want weet je wat het is? Dit bedrijf heeft echt zo iemand nodig, toch? Met blanken kun je het best samenwerken. Ja. Die mannen zijn serieus, toch? Je hebt ervaring, dus. Nee, maar ik bedoel, laten we eerlijk. Wie anders zou in zo'n bedrijf willen investeren? Christine, ik ben zo blij dat je ontmoet hebt, hè. Huh? Echt waar, tuurlijk. Weet je, ik vind het wat leuk. Ik vind het leuk dat ik je heb leren kennen. Mm-hmm. Maar haar gaat zo tekeer. Ja. Dat is leuk. Ik vind het echt leuk. Hey! Jong. Lange tijd geleden, man. Ja, man. Omstandigheden brengen mensen weer bij elkaar. Zo! Je maakt me nieuwsgierig dat ze ons op zijn. De omstandigheden die mensen bij elkaar brengen. Ik zag je dochter net. Ze is naar de stad top. Ja, ik zag hem met een blanke man. Een blanke man? Ja, man. Ja, man. Heb je goed gezien? We hebben elkaar goed gezien, zeg maar. Christine! Van mij. Al Uruguay. Dus afwas van Sicilië toch? Ja. Man en vrouw. Man en vrouw? Mm-hmm. Hey. Ah, bom.
Abom. Abom, ik ga komen. Daarnaast tegen je niks zeggen. Nee, wat je hier hebt gezegd blijft tussen ons. Maar, misap, van mij pak je aan. Nee, maar je hebt er niks gezegd, ja? Nee, maar wat blijft tussen ons, no span. Oké, ja? Ai. Abom. Ik ben gelukkig in Suriname. Ik geniet van de warmte, van de natuur. Het is een fantastisch land. Is dat zo? Echt. Oh, zal ik je kennis laten maken. Dit is Gerrit. Hoi. Ja, Gerrit. Robert Reetman. Aangenaam. Hi. Gerrit is de man in het bedrijf. De manager van alles. Hij kent alles over mijn bedrijf. Oké. Okay. Dus hij zal ook bij zijn bij de ondertekening van onze overeenkomst. Mooi. Ja. Maar ik heb dit gezicht eerder gezien volgens mij hoor. Ik weet niet. Hermitage Mall of zo, kan het? Ja, ik kom op verschillende plekken in Paramaribo. Oh. Oké, okay, zullen we overgaan tot de ondertekening? Meneer okay. Robert Driesma. Ja. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo, zullen we dat beklinken met de handdruk? Hartstikke bedankt en fijne zaken. Okay. We doen ons best. Jawel. Oké, wat jij kan doen, begin alvast dit stukken klaar te maken. We doen het vast. Daar gaan we niet achter. Oké, doe het. Oké, bye-bye. Zo, je ziet het, zo gaat het. Dit is zaken, man. Snel, ja. Duidelijk en natuurlijk vertrouwbaar. Ja, maar ik ben je ook heel erg blij. Ik had niet verwacht dat we zo snel tot een overeenkomst zouden komen. Okay, als je eerlijk bent tegenover elkaar, dan heb ik geen andere keuze. Het vertrouwen is er automatisch. En je hebt nog de zegen van onze lieve heer. Hey pa. Oké, okay, thank you. Tot ziens. Dan heb je een uitgeleid. Pa, ik ben er. Christine. Waar ben je zo lang weg geweest? Kijk naar jezelf. Je haar is helemaal in de war. Ah, hoe was het? Het gaat. Hoe was je daar? Goed. Wat is er? Er is niks. Serieus. Anders had ik het toch gezegd. Trouwens, hier is lekker. Wat heb je ook over? Super op. Had een beetje gemaakt, schepper. Oké. Pa! Ja, ja. Was leuk in de stad vandaag, boy. Samen. Weet je de lange leeg heb gezien? Vertel. Ken je Lilian? Lilian Bergman? Ah, na jaren. Papa, ik was zo verrast om te zien. Ja, dat ze in het buitenland was. Chica, ze komt een van die dagen om ons te bezoeken. Oh, oké. Prima. Maar nu smakelijk. Jij ook. Hou wat drinken nog. Oh, wat heb je net vragen? Kan ook niet alles doen. Meneer Gerrit, tot ziens. Kom in. Gerrit, vandaag kijk ik een beetje eerder. Doe je man, iets thuis ruiken. Ja, ja. Maar hiervoor, Bas. Bas, ik want ook money. Wat zei je? Ik weet niet, maar die blanke man, die Robert Driesma. Hoe komt hij bij je over? 100% vertrouwen heb ik in die man. Hè? Huh? Good looking guy. En die man geeft me het gevoel dat hij zaken wil doen. En die man heeft geld gehad. Ja, maar wat heeft hij voor hem geregeld? Wat, mooie vrouw, een auto, appartement? Ik bedoel, met een sapier, maar misschien het een mitaki. Ik heb die man eerder gezien. Ik heb hem nooit gesproken. Maar... Die man heeft niet het gevoel dat hij zaken wil doen. Hoor. Echt waar. Het bedrijf is mijn bedrijf. Naar mij alle bedrijf. Ik doe zaken met wie ik wil en nog vergiet die baas. Je houdt je er buiten. Ja, hè? Het is jouw bedrijf, Wie praat met die notarissen? Wie praat met alle advocaten? Wie gaat met de belasting? Het is jouw bedrijf. Niet om dit. Je hebt nog 4 maanden op. Om die salaris niet betaald te doen. Thank you.
Ja hoor. Doe wel een pomp. Goedendag meneer. Goedendag. U bent zeker de vader van Christine? Wie bent u meneer? Robert. Robert Dreesma. Ik ben een vriend van Christine. Wat? Wat doe je hier? Ik wil je gewoon verrassen. Ik zeg me nu alleen maar één probleem. Ik wil best even smaken met je vader. Kijk, luister. Ik ga je helpen. Christine! Ik kom straks bij jou, oké? Sta niet met hem, oké? Oké, doe. Wat scheelt je, kind? Wat is er, papa? Hoe is die blanke man? Hij is mijn vriend. Dat durf je nog te zeggen dat het je vriend is. Luister, ik wil dat je de studie eerst afmaakt. Kroeg dat goed in je oren. Als je moeder nog liefde, had je dit niet geflikt. Papa, kijk. Ik hou zoveel van hem. En hij ook, papa. En hij is geen slechte man. Christine, dit is niet de man die ik wil in jouw leven. Oké? Papa, maar die man wil de rest van zijn leven met mij delen. Zijn er geen andere dames? Papa, kijk. Ik hou heel veel van hem, papa. Ik ga je eerlijk zeggen. En hij wil zelfs met me trouwen, papa. Hij wil me naar Nederland meenemen. Ah, naar Nederland. Nederland is niet alles, hoor. En niet in deze wereld. Papa. Misschien een ander, maar dit is niet. Oké? Papa, kijk. Ik hou zoveel van die man. Ik hou niet van jou. Papa, kijk. Ik hou heel veel van je. Ik hou echt heel veel van je. Maar dit is echt iets anders. Ja, tuurlijk. Christine, het spijt me. Maar ik wil dat je eerst je studie afmaakt. En dan gaat denken aan man. Oké? Man, no en loe. Er zijn zoveel mannen in deze wereld. Veel beter dan hij. Goed? Pa, je wil niet met deze man omgaan? Nu niet. Ik mag geen relatie met hem aangaan. Je bent nog jong, denk aan je studie, oké? Ik wil het allerbeste voor mijn kind. Maar ben je wel als consequenties? Christine. Fabian, hoe gaat het? Hey, lekker. Hoi. Alles cool. Gaat het? Hoi. Hoi. Ashley. Robert Dreesman. Hoi. Hoe gaat het met je, jongen? Hoe gaat het met je? Wat doe je hier? Zaken. Ja, man. Ja, ik doe toch geen vastgoed? Ja. Hoe lang ben je hier dan? Dat doe ik nu ook in Suriname. Oké. Ja, hoe lang ben je hier? 5 dagen. VVD. 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 Dat 5 dagen? 5 dagen toch? VVD? Ja. Je zo was er aan het boeien, jongen. Dus nee, maar het is echt een mooi land. En? Jim Tori, wat heb je allemaal op het zo mee? Rowie, ik heb wat meegemaakt. Jij gaat me niet geloven. Sam. Hoe dan niet? Ik ben de liefde van mijn leven tegengekomen. De liefde van mijn leven. Echt waar. Hier in Suriname. Ze is van Suriname, ze is Creoolse. En ja, het is gewoon liefde op eerste gezicht. Ik ga nu al 5 dagen met haar. Ja, die one thing niet een keer, Anna. Wat zeg je allemaal? Die one thing. Tijdelijke liefde. Tijdelijke liefde? Nee! Vakantieliefde erop. Nee. Ik ga met haar trouwen. Ik ga te importeren. 5 dagen, je gaat al met haar. Echt waar? Niet dat ik wil bemoeien, maar je gaat 5 dagen met haar. En daar hoor je van haar. En zij hoort ook van jou. Dus geen bedrieg, geloof mij. Dit is echte liefde. Robert, dat bestaat. Robert, denk je wel na. Je denkt niet meer helder, zonnesteek of... Hey, weet je wat? Ik denk dat ze voor je doekoe gaan. Voor mijn doekoe? Tuurlijk niet! Wacht. Ik ga even wat te doen. Oké. Nou, ik ben er tegengekomen hier in de stad. En het klikte gewoon. We zijn met elkaar gaan eten, gaan drinken. Het is gewoon echt... En je neemt er mee naar Nederland om te trouwen. Ik ga het meenemen, ik ga het importeren en meenemen. Maar nu pas vind je echte liefde erop. Ik ben 32 jaar. In 5 dagen? Ja, maar 32 jaar heb ik mijn hart niet opengezet. Nu heb ik mijn hart opengezet. En dat is de vrouw die ik ga trouwen. In die 32 jaar kon je dat niet. En nu wel. Jawel. In 5 dagen. Jij houdt niet ook van je vrouw. Je houdt Robert, over... Robert. Luister. We hebben het over jou. Waarover heeft schatje hij? Eva. Hij is getrouwd in Amsterdam. Schatje Eva. Goedenavond. Schatje Eva. Hey, ik kom, ik zie je zo. Samsa! Dat is spannend. Bro,
Hoe lang ben jij nu getrouwd met je vrouw? Zeker al 10 jaar. We hebben het nu over jouw markante liefde. Heb je nooit verteld dat hij getrouwd is? Nee. Schatje. We hebben het straks wel over. Even. Ik wil je dag niet verpesten. Oh, heb je straks... nooit Robert. Gezegd dat hij ook 4 kinderen met die vrouw heeft? Robert. En dan kom jij tegen mij Robert. Zeggen dat ik hier de ware liefde niet tegen kan komen? Dat ben jij toch zelf ook? Je hebt die vrouw toch ook meegenomen naar Nederland? Robert, mijn vrouw is een Nederlandse vrouw. Een Surinaamse Nederlandse vrouw. Goedenavond. Wakka lonely. Pa, wat gaan jullie doen? Rustig man. Jammer. Doe mijn vrouw daar. Ashley. Wat gaan we maken? Liep mijn vrouw. Robert Dreesman. Nou, mocho man. Mocho man? Mocho man. Mocho man. Ik ga mocho man. Ik ga je uitleggen wat is mocho man? Is een muzikant. Oh, een muzikant is een mocho man. Dat is van zo'n trommelband. Juist. Oh, mocho man. Ben je nog niet uit geweest hier? Nee, ik heb zaken gedaan en ik ben wel met Christine weggegaan. Dus, vertel meer over de... Want... Nou, ze gaat naar de kerk. Ja. Ze heeft echt de liefde voor me. Ik heb met haar gesproken en we hebben besloten om met elkaar te gaan trouwen. Stroom. Ze houdt je echt voor de gek, geloof mij. Ze wil, luister, ze wil die... Waar ze houdt ze mij voor de gek? Ze wil die... Deze man houdt jou voor de gek. Nee, en daarvoor Robert, hebben jullie het Robert. Over mijn vrouw. Nee, Robert. Dat is mijn aanstaande vrouw. 5 dagen liefde, dat bestaat. Dat bestaat Robert. Wel. Ze houdt je voor de gek. Ik word... Luister. Weet je wat ze wil? Wat wil ze? Ze wil gewoon een Nederlandse paspoort en dan verlaat ze je gewoon. Robert. Zij niet. Geloof zo mee. Gaan die dingen... Oh. Zo gaan die dingen dus hier. Dat wil jij man. Van hem. Jij wil van hem, nee, maar hij is getrouwd. Nee, hij is getrouwd. Robert. Heb je er wel eens verteld Robert. Dat ze getrouwd? Robert. Heb je er wel eens verteld? Robert, we hebben het niet over mij, Robert. Fabian, wees eerlijk. Heb je er verteld dat ze getrouwd, dat je getrouwd Robert. Bent? Nee, nee, Robert. Je moet niet liegen. Ik lieg niet, Robert. Dat is jouw ding. Jij liegt tegen haar. Robert. En daarvoor is mijn liefde niet echt. Omdat... Zo ken ik je niet, Robert. Zo ken ik je. Dit is mijn liefde. Robert! En ik trouw met hem! Of Robert, je wil of niet! Robert, we praten, waarom ga je weg? Ik ben je zat! Luister, begin te lopen, want ik moet met jou praten. Loop! Robert. Ik zeg dat je nu moet lopen. Loop nu! Robert. Nu moet je lopen, nu! Hai bro, sorry ara. Hai pacar kau makan tu hampir je jam. Eh, ya mang, you want to kan drink tu? Eh, ini sabi ke sabi ya lo kau mamba. Kau maris. Hmm. Bawa kau yang orang tu dek bangga kau jamin nama mita Kristin. Hmm. Sang kau mulak no ya ara. Hmm. Hmm. Pelida, mau frog jak titik fire. Hmm. Sabi sabi kau. Kristin is wel lief. Maar niet kader, maar Marius, maar ik was wel een beetje, zien. En normaal. Normaal? Ja, yes, mami. Die juna normaal. Mijn vrouwtje verlief. Had dat van bagger aan man. Maar tegen, maar Kristin moet een studie afmaken. Dan voor ze kan ik het zoeken, man. Van bagger aan man, die kan de normaal met niks vinden. Nou, Holland heeft vrienden. Nee, ik is maar hier, maar laat je jongen. Je dokter is van water. Als ik een bepaalde zomaar uitdek, je wil bakker aan mijn handen zang. Zij wil dat ik. Nee, maar dat is een nekko zo. Is maar niet eens van. Je dan aan mij bepaalde, als maar die onder mijn vleugels zitten. Dat me begrijp wel. Doe ik wel. Want aan mijn eind, want aan mijn begrijp, dat ik ook heren te komen. Dat dat niks voor Christine van mij. Nee, dat dat niks. Maar veilig zijn dat man om zo. Nou, allemaal een familie man. Allemaal een familie man, man, goeie naam, ja. Ja, maar mijn kamer. Ja, maar zo is duur. Schoenmaker, hou je bij lees. Schoenmaker, hou je bij lees. Je wil niet meer, hè? Ik wil het maar vrezen. Amman. Stop, stop. Ik zat wel zien naar pressie, jongen. Sorry. Ah, nou, span. Ik maak me uit die bronk, bro. Dat kan dat. Jij er nog? Christine. Je mag het weten, ja, brada. Misak aan je! Kilatori. Dat wordt bedreigd. Kilatori. Marius. Hi, en Gerrit. Hi, John. Hi, Gerrit. Jarek. Of Christine. Christine is verliefd. Oh. En gewoon. Dat man bagra. Bagra? Ja, je mag het weten. Dat neko je aan, brada.
Dat gaat je niet aan. Maar bagara. Ja. Hé, maak je smak op die bagara. Ik zie je later, maar ga een belangrijke vergadering. Wat is er aan de hand? Oh, graag zitten nou, hou ik hier. Brada, fiel do frinchara. Será na ati, bro? Me sabe, brada, yari, ba, so ate. Como é bom mulher, né? E sabe? Quando ele sai família, e não jogo, jogo em família, mas... Uma sana club, boy, uma sana club. E que é uma fermuda, uma sana, no boom. Pam da dita kasani. Uma wet man, uma bakara. Kona kantoro na unuar. Takso uka na amai tu saak na nga ibrada. Oh, wakti ifo. Yere no. Van wet man, stupidje, fors. Ja. En de piri, precies. En we na man dat ik kon aan mijn dokter. What the fuck, dus? Ik wou tegen mij dat na man zijn zogenaamd, een wet man zijn zogenaamd en doe zaak naar Johan. Na maat bedja. Ja. Kerstin verliefd op een man dat ik. Maar mij tegen toe. Mijn wana man dat ik. En mij het stuur af. Tuurlijk. Hey! Gaat het lieve? En is lekker? Ja, goed lekker. Hey, wat heb je vandaag zelf gedaan? Ik heb vandaag de hele dag aan jou gedaan. Serieus? Echt waar. Ik weet niet wat je met me hebt gedaan, maar ja, maatje is er gewoon in vuur en vlam. Echt waar. Serieus, ik hoop een kopje. Echt waar? Ja, echt. Moet je wat drinken? Ja, dat wel. Ja? Dame? Goedenavond. Wat wil je? Een persoon mag niet. Dank je wel. Ja, schat. Ja. Kom, ik wil je wat vragen. Dat is... Kijk. Ik vind ja... Dat we hier kennen elkaar een beetje. En ik wil eigenlijk gewoon een diepteonderzoek doen. In de zin van? Ik wil naar het appartement gaan. Mm-hmm. Ga je naar beneden. Ja, maar kijk, er is daar één probleem. Dan moet je van hier snel weg. Want je kent mijn pa. Oh, oké. Laat me gelijk dan doen. Serieus? Ja, tuurlijk. Even betalen hoor. Oké, tot dan. Zo. Moet wel lukken zo. Kom mee, Pop. Ik ben echt blij mee weer te zien. Je, de ene dag in de maand had ik echt haast, weet je. Mijn moeder belde me constant. Ze zei van, moest even weg. Maar... Ja, maar hoe gaat het anders met je? Het gaat zo een beetje hoor. Maar... Kijk, het gaat slecht. Goed. Mm-hmm. En mijn pa ook aan de ene kant, weet je. Hij is een beetje, je kan zeggen, toch wel veranderd. Kijk, ik heb nu ook een blanke vriend. Serieus? Ja. Maar mijn pa is vaak onbeschoft tegen. Dan. Ja. Hi, hoe is het? Waar heb je Lilian ontmoet? Oh, Sané. Welkom, welkom, welkom. Hoe gaat het? Het gaat rustig, hè, met u. Ik zie je druk bezig. Ik heb een klein probleempje met dat ding, maar het is zo opgelost. Oké. Hi. Mag ik wel even zitten? Natuurlijk. Maakt niet uit. Als je wat wil leren van het vliegtuig, dan kan je zitten. Ik wil u wel even spreken, hoor. Oh, zo. Ja. Waarover dan? Wel, u weet het, meneer Marius. Ik heb altijd respect voor u gehad. Voor weer in de dokter. Zal wel moeten, mijn kind. Dank je wel. Wat lief. Dank je. Toch, ja. Dat met ik voor mijn blaga popje. Ja, ik heb vernomen dat Chrissy een vriend heeft en u accepteert het niet. Christine, mijn kind, moet haar studie afmaken. Voorlopig is het geen tijd voor mannen. Dat snap ik, okay. Meneer Marius, maar... Jij hebt toch ook geen vriend? Zo, ik heb een vriendje, meneer Marius. Maar mijn ouders denken wel niet als u, hoor. Ja, dat zijn jouw ouders.
Joden zijn anders. In sommige huizen is er een bandeloos leven, maar in andere huizen heerst er orde. En dat heerst hier nu. Kan ik je duidelijk maken? Dat snap ik, maar meneer Marius. Maar u kunt wel normaal doen. Snap u? Wat is normaal voor jou? Bepaal jij wat normaal is? Ik vind die wel stoer doen. Stoer? Luister. Het gaat om u. Luister. Voorzichtig. Ik heb je de vrijheid gegeven om bepaalde dingen te zeggen, maar het heeft ook grenzen. Als je nu zo wil komen met ik wil stoer doen, dan kan ik op je plaats zetten. Oké? Ik heb u van tevoren gezegd, ik heb ook altijd respect voor u gehad. Ja, prima. Dat blijft. En moet het blijven, het zal wel moeten ook. Dan zal ik het ook accepteren van u. Ja, tuurlijk. Ik weet wat goed is voor mijn kind en wat niet. Oké? Ja. Weet het beter dan ik. Luister, laten we het kort maken. Ik kijk wat ik ermee doe, met je advies, oké? Ja, meneer Marius, maar weet je dat Chrissy ook stress door dit gedrag van u? Ik stress ook. Maar weet dat samen met Christine. Weet je dat die dochter zo op zo'n manier kwijt kan raken? Nou. Ze is helemaal weg van die man. Ja, ik ben weg van Christine, oké? Oké, meneer Marius, is goed. Maar maakt u toch kennis met uw aanstaande schoonzoon? Dat zeg ik, kijk wat ik doe. Goed? Is goed. Nogal verdwaald. Oh, en waar moet je zijn dan? Ik moet hier zijn. Helemaal in de stad. In de stad? Is dat ver? Ja, maar je bent nu op Latour. Latour? Oh. Zeker 10 minuutjes rijden. Oeh, dan moet ik even een vriend bellen. Hallo. Hé, hey, Roy, hoe gaat het? Goed, hoe heet het hier, zei je? De Roe, Eet Café de Roe, is op Latour. Eet Café de Roe op Latour, ken je dat? Ja, ik ben heftig verdwaald. Nou, ik kom jouw kant op. Dan zou je zo een taxi voor me kunnen bellen? Ja, ja. Ik vraag aan die mensen of die een taxi voor me belt, dan kom ik jouw kant op. Oké, is goed. Ja, is goed. Tot zometeen. Yo, oké. Is het gelukt? Het is gelukt. Oké. Ja, ik was hier eigenlijk voor zaken. Maar ik ben heel erg verliefd geworden op mijn vrouw. Zo. Dus nu ga ik even naar een vriend toe en die moet me even wegwijs maken in Suriname. Oké, maar ze woont ook hier. Ze woont in Suriname, jawel. Oké. Maar de familie doet nogal moeilijk. Ja, dat gebeurt vaak bij de Surinaamse vrouwen. Maar ik denk dat het wel goed komt, hè. Echt waar? Ja, man. Je woont toch in Nederland? Ik woon in Nederland. Zeker, man. Oké. Dus, maar ik weet niet, ik ken jou ergens van. Kom je vaak in Nederland? Ja, ik ben een paar keer geweest. Oh. Ja, man. Dus in Amsterdam zeker? Nee, Rotterdam. Oh, ja, ik ben meer in Rotterdam. Oké. Okay. Ja, want ik ken je wel. Hoe heet jij? Orfeo. Ja. Je komt me heel bekend voor. Ik hoor het wel vaak hoor. Echt? Maar ja, meestal lijken mensen op elkaar. Dat is waar. Ja, iedereen heeft het dubbel van. Dat is dat. Ja, oké, okay. Hey, hartstikke bedankt. Oké, veilig. Yo, thanks. Hey, Roy. Hey, ik weet het. Ik pas me aan de Surinaamse regels. Ja, maar dat zakenman, oké. Ik heb gemerkt, overal waar ik kom ben ik de vroegste, dus ik denk, laat Roy even wachten. Je wordt heel gauw Surinamer, zie ik. Maar Roy, pas geleden. Het is echt uitgelopen tot een vette ruzie. Waar, bij de cafeetje? Met Fabian. Oh ja. Hij neemt me niet serieus. Hij Waarom neemt me niet serieus. Je weet, ik hou van die vrouw. Die dame, 5 dagen. 5 dagen. Het zijn er nu al meer, Roy. Ja, het zijn er nu al meer. Natuurlijk, zijn weer een paar dagen op het strikken. Dat bedoel ik. En de liefde is daar nog steeds. Dus het is geen vakantieliefde? Het was al geen vakantieliefde. Dit was liefde op het eerste gezicht. En dat bestaat in Suriname. Ja, natuurlijk. Oké.
Maar hoe wil je dat gaan regelen dan? Want je wilde meenemen naar Holland. Dat zei je toen al. De familie is heel moeilijk. De familie is echt heel moeilijk. Maar ondertussen heb je met niemand van de familie kennis gemaakt. Je kent niemand van de familie. Ja, ik ken de oom. Want je moet de ingang zoeken. Ik ken de oom. De oom, daar doe ik zaken mee. Ja, maar daar heb je die ingang toch al. Heb je niet zo ver gedacht? Helemaal niet. Haar vader is groot tegenstander. Ja, maar je kan via de oom binnenkomen. Eigenlijk ben je al binnen. Zal ik dat aan Christine vragen? Ja, vraag Christine dan. Misschien kan Christine wat met die oom regelen. Ik ga Christine gelijk bellen. Ja, toch. Kijk, met die oom, daar doe ik zaken mee. We hebben een vastgoedbedrijf en we willen samen gaan werken hier in Suriname. Is laat, man. Thanks. Christine, hoi. Hi, met Robert. Hallo, schat. Hoe gaat het? Ja, ik hoop voor jou. Hey, Christine, luister. Ik ben nu in overleg met Romy. En hij zegt, ik moet je familie komen ontmoeten. Ik moet met je oom gaan praten. Ja, want ik doe zaken met hem. Kan je niet met hem praten? Kan je niet iets regelen voor ons? Dat we bij elkaar komen. Ja, Christine. Ja. Ik hou van jou. Ga je mee dan? Oké. Dag, schat. Dag, lieve. Doei. Doei. Ja, dat bedoel ik toch? Ik heb maar 5 minuten nodig om de boel voor je te regelen. Nou ja, laat je niet gelijk hoor. Nee, ik ga kijken voor die dingen. Fuck, die vrienden van mijn vader. Hoe is jij iets gemaakt met de keer? Ik zeg het je hoor. Hij moet gewoon normaal doen. Ja, gewoon proberen hoor. En dat kan je, maar die kan ook lastig doen, weet je. Dus weet wat je zegt. Ik zal hem negeren, hè. Dat is toch ook beter, dat is toch ook een antwoord. Is dat, hè? Maar ja. Maar ja, meisje, weet je hoe je opgekomen staat? Wie? Die schatje van hoor. Ja? Ik kan hem echt zien, hè. Hij zit hier van je arm. Ik heb een paar minuutjes doen. Ik zal even kijken hoe dat klaar is. Hi, broer. Dus zo liggen de zaken voor elkaar. Oké, als dat het is, dan geen probleem. Reken je naar mijn big brother, mijn collega uit, omdat, om de goede, zoete vrede te bewaren. Binnen de familie? Ja, natuurlijk. Oké. Nou, zwet. Ja! Kom van elkaar. Ja man. Gerrit. Wat dan maar eens. Lekker. Ja man. Voilà. Bolo. Hij is een uitnodiging toch? Ja toch. Samen met Tani. Nee, mijn beste vriend heeft me uitgenodigd toch? Ja. Huh? Beste vriend, mijn broer heeft me uitgenodigd. Ja, met mijn beste vriend. Hé, met kom eens meer aan jou. Dat denk ik lekker. Kunnen we niet alvast beginnen? Ja toch? Ja man. Want die vriend van Christine is nog niet hier. Ja, we krijgen. Ja, oké, dat is dat hè. Ja toch, maar tijd is tijd. Jij bent de gast. Oh, ben je jammer, dat is mijn sweet. Oké, en ja, Chris. Brengt. Oh, jammer. Dankjewel. Hai, dankjewel. Dank je. Hi. Oh, daar. Ja. Hi, Gerrit hoor. Mooie smile, man. Hey, rustig. Ik heb geen lepel. Zou een beetje voor zich op wat je vast aan het doen. Ik ben hier bij je baan, is dom. Dank je. Heb je die voor jezelf opgeschreven dan? Oh, kom dan. Oké, dank je. Nou, wacht hoor, even op haar door. Oké. Even wachten. Jullie kennen elkaar al eens lang. Ik ken haar een jaar. Oh, goede vriendschap. Wie verkoopt? Oké. Doe we voorgaan in gebed, broer? Of zeg je wat eten zonder te bidden? Ja. Nou, laten we even. Wacht, ik hoor iemand aan de deur. Nu zijn we. Is
Oké. Okay. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hallo. Robert Keesman. Hallo. Hallo. Ja. Hey, gaat het? Robert. Hoi. Hoi, gaat het? Goed? Hoi, rustig man. Hoi, Robert Keesman. Hallo. Lukt het? Jawel. Dankjewel. Welkom. Dankjewel. Ja. Dat zijn bruine bonen, hè? Bruine bonen. Familie van Leto. Ja. Hey. Is Peru. Zo, sorry, Peru. Oké, je bent eenmaal begonnen. Tafelmanieren. Is dat ding lekker? Is niet hoor, eten? Makkelijk. We maken het makkelijk en zijn het smakelijk eten. Oh, smakelijk eten, oké. Smakelijk eten. Of zo, jongen, nog zo'n Hollands iets smakelijk. Ja. Smaakt wel hoor. Ja, precies. Niet te veel zout, niet te weinig. Van daarom is hoge bloedbaar. Ga maar naar mijn water trap. Neem maar de zuiver. Zo, meneer Marit, hoe voelt het aan? Vanmorgen. En jij, Robert? Heel goed. Dit is het mooiste moment in mijn leven. Het vlees is ook lekker, hè? Oh. Robert, wie had dat gedaan? Kijk hoe klein Paramaribo is. Ja. Dat we elkaar in een ander verband zouden ontmoeten. Ja, ja. Dat konden we niet voorzien. Welkom in de familie, dit is mijn familie met één naam. Jullie kennen elkaar al lang, hè? Ah, maar als mij doet business toch? Ja. Jawel, we kunnen elkaar vanaf de vastgoed. We zitten samen in de vastgoed. Kijk eens, maak wat in de kast, Luc. Sana, kom mee, man. Eten is het lekkerste dat er is, hè. Echt Surinaams eten, man. Je moet bijna wonen in een pot zoet. Nee, je wil lawaai helemaal, je moet een pisse agouter. Ik vind het ook heel erg lekker. Ja, Surinaams is Surinaams daarom. En wie heeft het gekookt? Oké. Okay. Je kan heel goed koken, hoor. Oké. Het is heel erg lekker, Christine. Waar zijn die van? Marius, heb je maar zo'n geloofsbrief al onderzocht? Kreentje, Sam, kreentje. Robert, ik moet je even spreken. Persoonlijk. Papa, waarom? Nu. Maar waarom nu? Je vader wil die maar even wat spreken. Wat leef je, kom toch wat zeggen. Christine, je oom is hier. Maar altijd doet hij, altijd zegt hij dingens. We zijn familie. Robert, je schoonvader wil spreken. Schoonvader. Alsjeblieft. Schoonvader. Mijn Christy, die vriend van je vader, zeg een vervelende man. Ik heb het nog niet door. Als je mij kijkt, sinds het begin dat ik Robert heb leren kennen. Mm-hmm. Hij vertelt alleen maar leugens over die man. En nog erbij bij mijn vader. Hij maakt de kracht niet van kwaad tot erger. Oh, die is nooit in van je. Dus is ze zelf jaloers. Van mij houden, ik weet niet waar. Want ik ga nooit met zo'n man. Wat ben je een vriend van je vader? Erger. Ik wil hem gewoon, dus hij is gewoon lastig. Ik kan je moeilijk accepteren als mijn schoonzoon. Punt 1, ik ken je niet. Punt 2, je woont in het buitenland. En punt 3, ik weet niet wat je daar uitvoert. Dan ben je mijn dochter als vrouw. Ik kan het niet accepteren. Meneer Magius, ik ben eerlijk en oprecht. Ik hou van Christine. Ik wil met haar trouwen. Ik heb een goed bedrijf. Ik verdien genoeg geld. Ik hou van haar. Dat is geen complete garantie. Nee, Marius, ik wil Christine meenemen naar Holland. Holland? Niet in deze wereld. Niet in deze wereld. Ik ga het moeilijk accepteren. Wat kan ik doen om u te overtuigen... Wanneer ga je weg? Over een paar dagen. Over een paar dagen?
Maar wat kan ik doen om u te overtuigen om haar mee te nemen naar Holland? Niets. Je hoeft niets te doen. Je kan alleen maar weggaan. Oké? Christine, wanneer gaat hij weg? Vandaag! Ik kom eraan. Woe, woe, woe. Yeah, yeah, yeah. Hey. Do your best, God doet de rest. Het leven zit vol met stress. Maar na de regen schijnt de zon weer. Nou is er nog een go, dan probeer de tang ating. Nee, is geen oplossing. Ik ben een getuige, want misref ben dwing. Oké, nou jongeman. Hartstikke bedankt, hè. Ja, niet zo leuk wat ik heb gehoord. Nou ja, kom maar. Ja, ik hoop je het beste. Oké, thanks. Ik hoop voor jou dat het wel goed komt. Oké, ja, bedankt. Geef nooit op. Oké. Okay. Ja, ja. Zal ik je handje? Ja. Ja. Ja, kom goed. Oké, thanks. Bye bye. Oké. Probleem, no las ho. Nee, heb je al, je moet je krijgen. Je hebt een vrije wil.
Dus blijf leven, alleen de dood moet. Geniet een beetje en alles wat gebeurd is, staat geschreven. Nu denk dat Nasrana wat probleem. Dat komt resref, la jonge probleem. Maar alle probleem, ab wat oplossen. Kan dit zijn, bekam met boyon? Ja, dus dat hè. Kom eens maar, geen aanmaak, dus dat. Je bent c'est ta sans affaire, kowe, ten onde. Kom maar langa, ja. Dwars door alles, man. Boerja, je staat. Bas, je nou met je nou zo'n pire de bakra boy. Aman goeie zeg, bam. Oula, ti boy. Oula, ti. Oula, ti. Is er geen andere mogelijkheid? Ja, maar het is moeilijk, hoe laat je me bij Barry komen, niet tegen. Is er geen andere mogelijkheid, echt niet? Ja, het is moeilijk, ja, boy, met tegen. Nou, je bent me bij Barry toch, kogwe, met tegen. Kogwe, jongen. Kogwe. 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 No la so, no la so. Mi sapia perken, no la so. Laina nga paiman, no la so. Oposisi, koalisi, no la so. No la so, meki gronta ku foyo. En je sabi atranga, manoji abra. Ik wil met je trouwen. En if you want to cray cray, no la so. One master gado, sadre you watra ai. No la so, no la so. Ik wil die jongen.